Nou, welkom allemaal. Zoals ook al in de panel discussie vanochtend een interessante discussie ontstaan is over waar gaan we nu heen met IT. Zie je steeds meer dat automation belangrijker wordt, pooling van zaken. En daarbij hebben we dat gevat in een software defined data center. Nou, vanmiddag in 40 minuten hoop ik daar wat meer antwoord op te gaan geven wat dat software defined data center nu inhoudt. En ook wat voor strategie en visie VMware heeft over het Software Defined Data Center. Wij zijn als VMware, denk 3 jaar geleden begonnen met een product als vCloud Director om klanten IT as a service te kunnen bieden. Nou, dat begint natuurlijk niet alleen maar met een product. Daar moet je echt een visie en strategie voor hebben. En we hebben totaal 3 pijlers daarvoor ontwikkeld. Dat is 1, het Software Defined Data Center, waar ik het vanmiddag over ga hebben. Ten tweede, het Hybrid Cloud initiatief, wat we hebben ontplooid. Om te gaan zeggen, je kan je klanten zeggen van, ze kunnen automation inrichten. Maar wat wij zeggen van, geef klanten een keuze, geef organisaties een keuze waar ze dat kunnen draaien. Dat zien we natuurlijk ook al in ons privéleven. Je bepaalt zelf niet meer voor de omgeving, laat je zelf niet meer vertellen wat jij moet gaan doen. Nee, je bepaalt zelf als je devices meeneemt of je een app erop draait of wat dan ook. Nou, dat is ook wat je in je privéleven zeg maar tegenkomt van, ik neem mijn iPad mee en ik wil gewoon overal internet. En de zaken gebruiken die ik normaal gesproken ook tegenkom. Nou, dat doen we met Software Defined Data Center, zowel on-premise als off-premise, in combinatie met Hybrid Cloud. En als laatste, empower the workforce, dus echt het end-user computing gedeelte met workspace, secure mobility, end-user computing. Wat weer een hele andere tak van sport is. Dus deze 3 pijlers hebben we gedefinieerd om onze klanten IT as a service te kunnen gaan verlenen. En daar gaan we het nu eerst hebben over het Software Defined Data Center en wat dat inhoudt. Nou, wat de traditionele IT nogal kent, zijn een aantal pijnpunten in omgevingen. Ja, en waar hebben die pijnpunten nu mee te maken? Is dat de huidige, en misschien wel hiervoor ook de CIO's, ontslagen zijn om de simpele reden dat ze op een gegeven moment inefficiënte en kostelijke IT leverden. En niet meer agile waren, met een duur woord, in de organisatie. Nou, wat wil dat nou zeggen? Kijk, de business die begint steeds meer te vragen en die vereist hetzelfde als dat ze zeg maar meemaken in hun privéleven. Het simpel kunnen deployen van IT. En dat betekent gewoon dat als je hier naar kijkt, zijn er een aantal zaken die in de business worden vereist. Dus het snel inspelen op een veranderende behoefte vanuit de markt. Maar ook vanuit de behoefte van IT om echt IT as a service te kunnen leveren. En dat is een probleem geworden voor heel veel CIO's die daardoor door deze problematiek ontslagen zijn. Dus het voorkomen van die IT-silo's, inefficiënte beheer, voor elke platform weer een andere tool en ga zo maar door. Aan de andere kant is het heel uitdagend voor hun geweest om een goede SLA te kunnen afspreken en als ze die al hebben afgesproken om die nog een keertje na te leven. Omdat iedereen of een development team of een productieteam heel vaak gewoon wil, ik wil het nu en niet 6 weken wachten op mijn IT-omgeving. En als er dan problemen zijn in die omgevingen wil ik gewoon snel weer door kunnen gaan en dat we een keuze hebben waar we dat kunnen draaien. Nou, als je dan kijkt, is er een gap tussen wat de business wil en wat IT kan aanbieden. Nou, in het verleden is het zo geweest dat de CIO die hier staat tegen de business zei, weet je, wij draaien al die platformen voor jullie, rustig aan, wij gaan het allemaal regelen, we gaan compute power, storage, networking regelen voor jullie. Maar ja, daar zat wel een nadeel aan. Die silo's hebben ervoor gezorgd dat de agility, oftewel het inspelen op een zakelijke behoefte van de eindgebruiker, zowel intern als extern, dat niet meer gemaakt kon worden. Dat betekent dat deze vriendelijke businessmevrouw is gaan shoppen. Want die zegt, luister eens, als je het zelf niet kan bieden,
of niet kan bieden binnen de tijd die ik verlang in de business, ja, dan ga ik wel even rondkijken. Benchmarken is goed te doen. Dus wat doe ik? Ik trek mijn creditcard en ik ga naar een SaaS-provider of een IaaS-provider. En dan ga ik me gewoon mijn computer resource vandaan halen. Nou, dat is natuurlijk een enorme uitdaging voor die CEO, want die ziet natuurlijk ook wel dat ten eerste zijn budget wordt verminderd omdat er geld door de business wordt besteed aan externe partijen. En ten tweede die de controle enorm verliest op wat hij aan het doen is. Dus er is een spanningsveld ontstaan. En zelfs met de onderzoeken die we hebben gedaan, wijst gewoon uit dat als je kijkt naar de funding van IT, dat in de toekomst dit gewoon alleen maar meer gaat worden. We gaan steeds meer benchmarken en we gaan steeds meer bedrijven zoeken die zeggen, oké, kunnen we het intern niet tegen een snelheid die ik geleverd wil zien worden vanuit de business gezien? Nou, dan doe ik het wel naar de self-service portal van mijn cloud provider. Dus wat is hier de oplossing in? Wat gaan we nu doen als CIO en wat kunnen we nou bieden? Nou, dat is heel simpel. We willen eigenlijk de CIO weer terugbrengen in het centrum en een common platform voor hem bieden die zowel on-premise als off-premise de goede dienst kan leveren, IT as a service, naar zijn eindgebruiker. Zodat die kostenstroom toch via die CIO gaat en er een keuzemogelijkheid blijft voor die business partner in het eigen bedrijf ofwel daarbuiten. En dat betekent dat je van een CIO die eigenlijk een IT-stafafdeling is, gaat naar een brokermodel dat de IT echt als een brokerfunctie kan gaan werken. Die kan gaan zeggen, oké, ik benchmark zelf mijn IT. Of ik doe het intern, of ik doe het extern. En dat gaat aanbieden aan de eindklant. En dat is in dit geval dan even de business. En daardoor krijg je weer een lachende CIO, hopelijk. Maar er is meer, want we hebben nog steeds te maken met traditionele omgevingen. En die zijn gekenmerkt door deze punten. En aan de andere kant hebben we een cloud-omgeving die service-driven kan zijn, standaardized, shared platform, waar we gebruik van kunnen maken door allerlei business units, allerlei tenants in of extern de organisatie. En die een hoge graad van automation kennen. En dat is zeer belangrijk, want de virtualisatieslag die we nu zijn ingegaan in 2006, 2007, waarin we testdev en productieomgevingen begonnen te virtualiseren, zijn we nu aangeland bij de businesskritische applicaties en de volgende stap is het echte leveren van IT as a service. Maar ja, klanten willen keuze. En klanten gaan het toch bepalen. Net zoals dat wij in ons privéleven wel bepalen welk telefoon we meenemen naar het werk en waar we onze mail op lezen en waar we Facebook op gaan doen. Die trend zie je ook veranderen in een IT-omgeving in bedrijven zelf. Klanten, hetzij intern of extern, die willen keuze. Dus dat wil zeggen dat als we dat gaan verkassen en we gaan er iets naast zetten, dan hebben we nog een ander fenomeen. Dat heet inflexibiliteit. En dat heet fear to lock in. En dat zijn de nieuwe IT pain points die we nu gaan zien. En wat ik al aangaf met het plaatje is dat we dus ook een soort shadow IT gaan krijgen. Dus als we niet meer aan de vraag als IT-organisatie kunnen voldoen aan de vraag die vanuit de business komt, vroeg of laat gaat die business gewoon kiezen voor een ander pad, linksom of rechtsom, en daar krijg je shadow IT van. En ik heb al heel veel klanten gesproken die zeggen, ja, bij ons gebeurt het niet, want wij hebben geen applicaties die we buitenom gebruiken. Ja, totdat ze een paar developers spraken die gewoon de creditcard trokken en dan gewoon een SaaS-applicatie ofwel van Amazon IT afhalen of een andere vendor gebruiken om hun applicatie te ontwikkelen. Dus het gaat gewoon gebeuren. Nou, nieuwe uitdagingen zijn er ook al, die zijn genoemd ook vanochtend. Dat is big data, het omgaan van enorme hoeveelheden data en daar doorsnijdingen van kunnen maken om voor te blijven op je concurrentie. Nou, ook deze plaatjes hebben we vanochtend al heel veelvuldig gezien. Is dat, ja, we blijven maar groeien met IP, met data, met applicaties, de servers. We hadden in 2010 als VMware een tipping point waarin we zeiden, oké, het aantal servers dat fysiek draaide, dat is evenveel als de servers die we in de virtuele machine draaien. En daar zijn we nu al veel overheen gegaan. En ditzelfde gaat weer gebeuren met ook netwerking.
Dus als je kijkt nu welke poortjes van netwerken daar fysiek zijn en welke virtueel, dan zitten we nu ook alweer op een tipping point in networking. En dat betekent dat we naar de virtuele poort gaan kijken, dus echt het software-defined networking, die over de fysieke omgeving heen gaat. Het gaat alleen maar door met groeien in data, in netwerken en in compute power. Maar hoe gaan we dat nou managen met z'n allen, die complexity? En wat als we dezelfde principles kunnen doortrekken die we eigenlijk al hebben gedaan een paar jaar geleden naar het hele laag van het datacenter. Dus het abstracte van je resources, zowel voor compute, networking als storage, het poolen van die omgeving en het automatiseren daarvan. Want dat maakt dat je kan transformeren naar een IT as a service organisatie. En als dat kan voor een aantal servers, bepaalde omgevingen, dan kunnen we dat ook doen voor een compleet datacenter. En dat bedoelen we met software-defined datacenter. Het draaien van het datacenter compleet in een softwarelaag in je datacenter, dat je de controle houdt en het compleet laat automatiseren door software, maar wel de vrijheid en de keuze biedt aan de business en de business owners. En uiteraard wil je dat dan doen zowel voor hybride cloud, dus on-premise en off-premise, of voor je eigen cloud. Nou, het software-defined data center hebben we neergezet als compute, dus CPU, memory, network and security en storage availability. Dat zijn de drie pijlers van het software-defined data center, met daarom één uiteraard een schil van management en automation. En dat tezamen vormt deze architectuur waar we de weg ingeslagen zijn bij VMware. Nou, als we dan kijken wat we dan oplossen van al die pain points die we traditioneel kennen en die we nieuw kennen, zijn dat een aantal die ik gedefinieerd heb. Ten eerste de efficiëntie. Dus als we ervoor zorgen dat in die omgevingen we betere efficiëntie kunnen halen, dus op hardware-wise, maar ook de invulling van systemen. En ik zeg wel eens gekscherend, als ik mensen spreek over capaciteitsmanagement, dan hebben ze een applicatie, die wordt dan gesized door een applicatievendor. En die zegt dan, ja, in de fysieke wereld hadden we 4 CPU's en 16 gig nodig. Nou, dan zullen we inderdaad in de virtuele wereld ook wel 4 virtuele CPU's nodig hebben en ook 16 gig. Ja, dat gaat niet meer werken, want we zien gewoon dat die efficiëntie die we willen bereiken, dat die komt vanuit het platform. Een platform snappen we zelf wel met hoeveel virtuele CPU's we willen gaan draaien en hoeveel memory. Dat geeft hij zelf aan. Daarmee kunnen we dus ook CAPEX en OPEX besparen. Controle. Des te meer we controle gaan doen op business critical applications en het brengen in je omgeving om de terminologie van de cloud die we zelf eraan verbinden, dat betekent gewoon dat we de downtime die we hebben met applicaties enorm verminderen. Waarom? Omdat we flexibel zijn. Omdat we alles kunnen schalen waar het nodig is. Upscaling en downscaling is heel erg belangrijk in deze omgeving. Als je dan kijkt naar de inflexibility. Dat we nu in een vSphere omgeving gewoon kunnen groeien en ruimte kunnen bieden aan die business critical applicaties om te draaien naar 64 virtuele CPU's, etelijke terabytes aan geheugen. En als laatste de keuze. Ik zei het vanochtend al, we hebben partners die ons ecosysteem vormen, waarmee we samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Om inderdaad die applicatie die de business wil, om die te deployen in een IT as a service manier, overal in zijn datacenter of misschien wel daarbuiten. Als je het net over de key software defined data capabilities, is uiteraard virtualisatie. Netwerk, security virtualisatie. We gaan er nu naartoe in een software defined data center, dat als we een entiteit hebben van een applicatie of een dienst, dat inderdaad die storage, die netwerking en security policies meegaan met die omgeving. Zodanig dat als we dat verhuizen naar een off-premise locatie, dat vastzit aan die entiteit. Zodanig dat we daar niks meer in hoeven te veranderen. Ook geen firewalling rules hoeven aan te passen. Storage profielen hoeven aan te passen omdat we in één keer verhuizen van het ene datacenter naar het andere datacenter.
Ten tweede controle. Door gebruik te maken van disaster recovery oplossingen, high availability oplossingen die al in het platform zijn ingebouwd, kunnen we daarin ook voorzien. En als we kijken naar agility, dus multiplatform, multicloud omgevingen. En we zien ook al met vCloud Automation Center en zeker met, op netwerkgebied met NSX, dat we aan meerdere hypervisors een oplossing kunnen bieden. En keuze. Als we dan kijken naar de keuze, dan kan je zelf bepalen als business en als IT-leverancier binnen het bedrijf of ik inderdaad on-premise wil of off-premise. Of we dat naar buiten gaan schalen of dat we het in huis houden. Nou, we weten dat de wereld anders in elkaar zit dan alleen maar vSphere met de hypervisor. Vandaar dat we in die modellen ook multiple hypervisors supporten. Hyper-V, OpenStack, en gaan ze maar door. Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we, zoals al gezegd, met ecosysteem aan partners om dat waar te kunnen maken. En van daaruit zien we steeds vaker een integratie en een koppeling met die partners. Zodanig dat de klant nog steeds de keuze heeft om voor een bepaald platform te gaan kiezen. Nou, Software Defined Data Center kennen we in twee smaken, twee varianten. We hebben de vCloud Suite. En de vCloud Suite is eigenlijk een samenpakking van componenten die je nodig hebt om IT as a service te kunnen doen. En die bieden we dan aan in bepaalde modellen om dat aantrekkelijker te maken. Nou, vSOM is daar ook eentje van. Daar zit gelijk met vSphere al operation management in. Dat wil dus zeggen dat we vCenter Operations Management Suite daar de operatielaag in performance en capaciteit inzetten. Zodanig dat dat compleet geïntegreerd is al in het platform. Het is al embedded in het platform, het zit er al in. Dus je hoeft later ook geen modificaties meer te gaan doen. Nou, uiteraard kan het natuurlijk ook met een, zoals wij hebben aangekondigd op VMworld, met een hybrid cloud service. En wat daar belangrijk aan is, is dat we op de terminologie die de klant wenst en niet op onze eigen terminologie, die zaken aan elkaar kan knopen. Dus existing op nieuwe apps, common management, one support call, seamless networking. We willen die lagen eigenlijk met elkaar seamless laten werken. Dus naadloos op elkaar aan willen laten sluiten. En dat is het belangrijkste van ook de cloud hybrid service die we hebben aangekondigd. Nou, als we dan kijken even naar de on-premise producten. Dus als je zelf je eigen private cloud gaat opbouwen, die kan interacteren met externe clouds. Dan hebben we een basislaag, Compute Network Security and Storage Availability, in vSphere. NSX als netwerk virtualisatielaag. Ik zal daar straks nog een aantal slides van laten zien. Voor sommige mensen kan het zijn dat de NSX een vrij nieuwe term is. We hebben het aangekondigd op VMworld. Het is onze netwerk hypervisor laag binnen VMware. En daarbovenop vCloud Network and Security. Storage and Availability. Ja, heel veel zit al van availability in het platform van vSphere. HA, DRS, vMotion technieken. En uiteraard aan storage kant Virtual SAN. En als disaster recovery oplossing Site Recovery Manager. Nou, daarbovenop hebben we het complete automation platform met vCenter Server. Dat is waarschijnlijk bij de meesten wel bekend. Iets minder waarschijnlijk is vCloud Director. Het leveren van IT-as-a-servers in multiple tenants in een omgeving. En daarbovenop de managementlaag om zeg maar applicaties en VM's te kunnen provisionen op een geautomatiseerde manier. vCenter Operations Management Suite. Dus de controle over je eigen virtuele platform, maar ook heterogene platformen. En als je kijkt naar die IT Business Management Suite, dan hebben we daar producten in zitten die SLA-management kunnen doen, vendor-management en financial management. Dus een kostendoorberekening van je virtuele omgeving, maar ook van je fysieke omgeving. Ja, vCloud Suite, dat is eigenlijk de eerste stap naar een software-defined data center. We kennen een strategie van de journey to the cloud, waarin we zeggen van oké, we hebben IT-productie. Mensen zijn al begonnen met het virtualiseren van servers in dev-test-omgeving een tijd geleden. Die zijn naar productie gegaan. Die volgende fase gaan we in naar IT-production of IT-business-production.
waarin we zeggen van oké, de businesskritische applicaties, die gaan we nu ook beginnen met virtualiseren. En als dat één geheel gevormd heeft, dan kunnen we doorgaan met software-defined data center en het echte leveren van IT as a service. Nou, dus even de key takeaways. Wat ik al heb aangegeven in de voorgaande slides, is dat natuurlijk de druk ligt op de operationele kosten en de CAPEX. Maar ook in wat nog heel erg belangrijk is de efficiëntie en het in kunnen spelen op de behoeften van de klant. Zowel intern als extern, en dat heet dan agility. Nou, kort even de producten van Compute Virtualization in een notendop. En dan gaan we even in van ja, wat vSphere dan voor ons gaat bieden in de deep dive. Nou, wij zeggen, we hebben enorme verbeteringen ingebracht in business agility. In vSphere zijn een aantal zaken veranderd. Met name op het draaien van de workloads. Dus we kunnen steeds hogere workloads draaien. Veel meer virtuele CPU's. Nou, dat zijn de specs en de features in vSphere. Als we dan kijken naar wat we daar nog meer in hebben gebracht, is application HA. Dus een stapje hoger maken voor availability in het vSphere platform. Om in de applicatie te gaan kijken of iets misgaat. En daar een veel over op te kunnen doen. Flash read cache. Dus performance-wise gaan wij ook verbeteringen aanbrengen in bepaalde use cases voor desktop. Voor business critical applicaties die echt heel veel lees- en schrijfverkeer hebben. Backup and recovery, big data extensions. We kunnen nu Hadoop clusters gaan draaien op vSphere platformen. Daar zijn haakjes voor aangebracht in de vSphere omgeving. Zodat we daar ook kunnen voorzien van grote data extension projecten. Nou, performance en scale, wat ik al zei. We kunnen etelijke terabytes en VMDK's draaien. De big VM's die we kennen, zeg maar. De etelijke virtuele CPU's en memory die we eraan toe kunnen voegen. En wat voor een bepaalde omgeving belangrijk is low latency. Met name in de telco space en in voice en andere gebieden. Als we kijken naar vSphere App HC. We kunnen nu tot op aan applicatieniveau monitoring doen. Zodanig dat als er bepaalde processen ontbreken, dat we dan een app restart kunnen doen in plaats van de VM te kunnen verhuizen. En dat brengt gewoon dat de availability omhoog gaat in het platform. Zo minder je hoeft over te zetten naar een andere server of een vMotion te hoeven doen. Door een reset van de applicatie, dan scheelt dat al in availability. Big data extensions. Nou, wat ik al zei, de Hadoop clusters die we sinds een paar jaar geleden onder de arm hebben genomen om dat te integreren in het vSphere platform. En zodanig daarmee aan de slag te gaan om aan de Hadoop clusters ook een virtuele omgeving aan te bieden. Dus we kunnen dat volledig virtueel draaien. Dat betekent ook dat we veel sneller kunnen opschalen in deze omgeving als het gaat om big data extensions. vSphere Replication, waarschijnlijk bij iedereen ook al redelijk bekend. Dat is naast het SRM-product zit vSphere Replication in vSphere. Waarbij je per VM een uitwijk kan doen naar een recovery site van A naar B, zoals genoemd. En dat brengt gewoon dat je per VM disaster recovery kan gaan invoeren in je organisatie. En wil je een stapje breder doen, dan hebben we integratie met SRM, Site Recovery Manager. Waar je eigenlijk een aantal protection groups opstelt met een aantal business modules erin waar VM's toe behoren. En die kan je dan in één keer overzetten naar een andere omgeving als je dat zou willen. Data protection, CDP. We hebben een integratie gemaakt met EMC Avamar om die technologie in te brengen in VDP om een integratie complete integratie te bieden met de backup tooling die we tot op heden kennen. En als je kijkt naar de key takeaways, is dat we continu doorgaan met de focus areas, is natuurlijk vSphere, om daar in het platform steeds meer in te brengen en steeds meer eigenlijk te integreren. En dat zou je in de toekomst ook zien met vCloud Automation Center, al dat daar zeg maar in die laag al te integreren van IT as a service.
Nou, kijken we naar netwerkvirtualisatie, vCloud Network en Security. Eigenlijk, dat zijn de producten van Visio die we voorheen kennen. Dus de Edge, Endpoint, App. En NSX is daarbij gekomen als een netwerkvirtualisatielaag. Nou, wat we kennen is dat het is heel simpel om een VM te deployen in de omgeving. Maar waar het nog steeds redelijk uitdagend is, is dat als die VM binnen 5 minuten gedeployed is via een template, dat we dan toch nog heel veel network services moeten gaan patchen, firewall ruling instellen, et cetera. Nou, daar hebben we een oplossing voor verzonnen. Dat heet netwerkvirtualisatie met NSX. We creëren, net zoals dat we gedaan hebben met de compute layer, een network virtualization abstraction layer, waarin we dus virtuele networks gaan creëren en die dus kunnen aanbieden in het platform, zoals we dat ook al hebben gedaan met de compute resources. Nou, dat betekent dat je dat alles wat je in het netwerk normaal gesproken buiten de omgeving omdoet, dat doe je nu in software op het platform. Zodanig dat je daar dat mee kan nemen in het bieden van IT as a service. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Eigenlijk een standaard IP-laag, dus een layer 2. En op die layer 2 kunnen we dus services definiëren, zoals je hier ziet, vanaf firewalling, load balancing, VPN, alles in software. En die laag eigenlijk distribueren over platform met een complete hypervisor-laag die we hebben gedefinieerd in NSX. Dus als we kijken naar de laatste barrière die we hadden met netwerking, hebben we daar ook een oplossing voor met NSX. Die bieden we aan klanten om, zeg maar ook, als je kijkt naar on-premise en off-premise datacenters, om seamless het netwerk uit te breiden naar die omgevingen, zodanig niet meer allerlei zaken in te verrichten om daar goed mee van start te gaan. Kort stukje nog over storage en availability. Nou, de nieuwe drivers, die kennen we inmiddels wel, de nieuwe approach voor storage. We krijgen steeds meer powerful servers. De disken worden steeds goedkoper. We kunnen nu al standaard flash in de servers gaan stoppen. SSD is natuurlijk enorm in de opkomst gekomen. En aan de andere kant hebben we voor vSphere alle apps die we kunnen draaien in het platform. En dat maakt gewoon dat we een nieuwe software-defined storage laag kunnen definiëren, die echt policy-driven wordt. Dus dat wil zeggen dat vanuit de storage wordt een service aangeboden wat de storage kan. Aan de andere kant wordt gekeken, oké, wat heeft een VM of een omgeving nodig? Die twee worden met elkaar gematcht. En daar wordt zeg maar een model opgezet, zodanig dat we dat automatisch kunnen provisionen voor omgeving. Zodra we weten wat de storage kan en we weten wat de VM's nodig hebben, de applicaties nodig hebben, kunnen we dat naadloos integreren met elkaar. En daar is zeg maar vSAN en Versto als zeg maar acquisitie bijgekomen om dat te implementeren binnen het platform. Nou, dat kunnen we doen op een virtuele SAN met de lokale disken in de ASX server. Later zal dat ook gaan gebeuren met de SAN en NAS devices in de omgeving als virtual volumes. Nou, even de use cases van Virtual SAN. Ja, je ziet het met name in desktop, virtuele desktop omgevingen, bootstorms, die heel veel vragen van de storage capaciteit. Aan de andere kant natuurlijk ook big data, scale-out en high bandwidth applicaties die heel veel data vragen van omgevingen. En we kunnen uiteraard ook nog een DR omgeving bieden waarin we zeggen, oké, we kunnen een simpelere SAN omgeving opzetten voor een DR site. Dus dat zijn de use cases die we kunnen gebruiken met de storage omgeving. Nou, business continuity at all levels. Dat gaat met name in over disaster recovery, over ons SRM product. Om daar dat te gaan extenden met zeker de applicatie HA en de SRM mogelijkheden die er nu bestaan. Steeds meer mogelijkheden komen erin over multi-site recovery. En dat is wat we aanbieden in de business continuity laag. Site Recovery Manager, dat is een kosteneffectieve manier om een veel over te doen van een datacenter. Wat ik al zei, we pakken een protectiegroep van een aantal VM's en zorgen ervoor dat die over kunnen gaan als een compleet datacenter wordt verloren, volautomatisch in deze omgeving. Dit had ik al besproken, de integratie met de EMC Avamar in onze producten van de backup omgeving.
Dus als we kijken naar de key takeaways voor deze omgeving, is dat we met, zeker met Virtual SAN, het Storage Defined Networking, ook in deze omgeving de mogelijkheden bieden om echt integratie in het platform te maken. Nou, als laatste management en automation. We zien de traditioneel IT-management die opgebouwd is van silo's. We hebben allerlei aparte managementproducten ervoor, CDBase, et cetera, et cetera. En dat betekent dat we eigenlijk heel rigide met deze omgeving om kunnen gaan. Zeker als je kijkt naar capaciteit van het platform, als je kijkt naar silo's, om die over te kunnen zetten, om te kijken wat daar oversized of undersized is, is het toch wel een vrij complex verhaal. Wij zetten daar cloud management tegenover, waar we in de cloud infrastructuur gaan kijken van oké, welke apps hebben welke policies. En daar kunnen we efficiëntie in het platform drijven door over- en undersized capaciteit beter te gaan gebruiken. En beter die lagen op elkaar af te stemmen en dat te integreren met onze cloud infrastructuur. En uiteraard health risk and efficiency, efficiënter operations center, om dat beter aan het licht te laten komen. En als Vicenta Operations Management Suite die we hebben, om daar zeg maar proactief met je omgeving om te gaan. Dus als je kijkt naar de traditionele monitoring tools, is het heel vaak dat je reactieve modus gewend bent. In onze omgeving wordt dat door analytics wordt dat bijgehouden, wordt een normaal verdeling gecreëerd. En als het afwijkt van de normaal, dan pas gaan we zaken in kaart brengen. En daarbij is de gezondheid van je platform belangrijker dan de workload van je platform, dus hoe hard het platform moet werken. Nou, alle integratie, platform, compute, networking en storage availability, die worden geïntegreerd door middels van orchestration in de management en automation platform. En dat kunnen we doen voor any cloud en any infrastructure. Dus dat kunnen we combineren met alle lagen, hetzij on-premise, hetzij off-premise. Dat maakt op zich dan niet meer uit. En daarmee willen we, en daar heb ik het al eerder over gehad, die CIO als een broker of IT-services neerzetten. Zodanig dat hij over de multiplatformen gaat, hybride of een multiprovider. Dus die wordt echt het center van de on-premise en off-premise datacenters. Nou, kijk je naar de key solution areas, dan hebben we Cloud Automation Center, het provisional applicaties, samen met Application Director in de development omgeving. Cloud Operations, dus het managen van health, risk en efficiency in je eigen platform, van vCloud Automation Center. En business kan je managen in de Cloud Business Suite, ITBFM, dus SLA, Vendor Management. En uiteraard financial management in de zin van je virtuele infrastructuur, maar ook van je heterogene en fysieke infrastructuur. Dus daarmee bieden we voor cloud management een compleet geheel aan oplossingen. Zo ziet Cloud Automation Center eruit. Hier kunnen we met een heterogene infrastructuur, IaaS, PaaS, Platform as a Service, Desktop as a Service en wat er al niet bij komt, kunnen we provisionen in één model met een compleet dashboard voor de eindgebruiker. En dit is eigenlijk waar we naartoe willen met IT as a Service, als zijnde de business owner van een IT-organisatie. Nou, zo ziet het plaatje er dan in totaal uit. We hebben de virtuele infrastructuur met virtual networking en storage availability. Een virtual datacenter wat we dan creëren, dat steeds meer geïntegreerd gaat worden in het platform. Als we dan kijken naar de service providers en de hypervisors die we hier kunnen bieden, samen met server storage en netwerkentiteiten, kunnen we een complete cloud service provisioning doen in de hele omgeving. En of het nou gaat om vSphere of om Hyper-V, we kunnen dus een complete provisioning doen door alle platformen heen. Als laatste even vCenter Operations Management Suite, waar ik al over sprak. Door je held te bekijken, gaat het over het right now, oftewel waar in het platform zitten de problemen. En uiteraard risk en efficiency, kijk je naar de future. En ga je kijken van oké, ik ga proactief met mijn omgeving om. Zodanig dat als ik uit capaciteit loop, dan kan ik daar hier al wat aan gaan doen, zonder dat ik in de problemen kom van de performance. En als laatste de key takeaways. Ja, IT management voor de CIO's, voor het enabelen van het leveren van IT as a service. Dus als een echte IT broker op te treden,
dan alleen maar als een IT-organisatie geen controle meer hebben over je infrastructuur. We hebben een complete portfolio die dat kan bieden voor jullie klanten. En uiteraard, we kunnen dat doen, die efficiëntieslag, door ook nog eens een keertje CAPEX en OPEX te verlagen in het platform. Als summary, we kunnen efficiëntie leveren in het platform, controle, uiteraard naar de business de mogelijkheid geven om efficiënt en time to market om te gaan met business vraagstukken. En uiteraard leveren met onze ISV's en ook met onze partners uiteraard een complete keuze in alle platformen. Dus ik zeg, start met SDDC today. Ga daar naar kijken. Ga kijken welke gap er is tussen waar je nu zit en waar je wil zijn in de IT as a service strategie. En definieer dat en daardoor kun je een plan maken. Als laatste nog even reclame maken voor de VMUG-organisatie in Nederland. Ik weet niet wie er allemaal mee bekend is, maar we hebben in Nederland de VMware User Group waar users kunnen aansluiten voor, om samen een, zeg maar, informatie uit te wisselen. Nou, klanten kunnen zich aanmelden, administrators kunnen zich aanmelden voor de VMUG. En het grote event staat gescheduled op 6 maart 2014. En daarbij bedank jullie voor de aandacht voor de presentatie. Ik weet niet of er nog korte tijd is voor vragen. Ik weet niet of we nog kans hebben om wat korte vragen te stellen. Nee? Nou, we staan op de booth helemaal links achterin. Daar staat Rob Groenhuis en mijn collega ook, Frans Sinema. Die kan de vragen ook beantwoorden. Dit is Frans Sinema. Dus, en anders is de mailtje sturen naar VMware. Ja, dank jullie wel.